Nikki, we blijven bij Forum voor Democratie. Ja, de partij is een CDA'er rijker. Henk Bleker, die de meesten nog wel kennen als de staatssecretaris van Landbouw in kabinet Rutte 1, pardon, die is overgestapt naar Forum voor Democratie. Dat meldt de Telegraaf. Hij zal die steun uitspreken bij een partijbijeenkomst van Forum in Sneek. Maar het is dus nu al wel bekend. Nou, Bleker die zegt dat de gevolgen van de EU-dwangbuis voor de landbouw, zijn woorden, de reden zijn om over te stappen. Ook is hij voor een intelligente nexit en ergert hij zich aan dat het CDA tekent voor wat hij ziet als doorgeschoten klimaatplannen. Nou, de afgelopen tijd stapten juist veel mensen op bij Forum vanwege racistische appjes waar ook Baudet bij betrokken was. Bleker zegt dat hij mensen beoordeelt op wat hij zelf ziet en hoort en niet op wat andere mensen zien en horen. Ja, dat is een opmerkelijke overstap. Ja, nou, het zegt veel denk ik over beide heren. Maar de heer Bleker, als hij het CDA beschuldigt van doorgeschoten klimaatplannen, dat is niet aan de orde. Ja, dat zal hij helemaal niet blij zijn met uw plannen. Daar beïndrukt hij mij helemaal niet mee. Want als je wilt bouwen, als we woningen willen bouwen, als we echt ook slim de toekomst in willen gaan, zullen we de veestapel moeten halveren. En het CDA is daar nog niet aan toe. Dus hij maakt een overstap om eigen redenen. Maar hij staat er geloof ik onbekend, ik weet het niet. Nikki, dan gaan we naar de